Ik wil met jullie hebben over feiten en fabels van de eindtijd. En de afgelopen week heb ik gesproken over een sterk fundament. Als alles wankelt, zoals nu, is het zo belangrijk dat je fundament goed ligt. En we hebben er twee keer over gesproken en ik ga niet alle verhalen. Maar we hebben wel gezien dat Jezus heeft gezegd, het is belangrijk dat je fundament goed ligt. Want het is niet de vraag of er stormen komen, de vraag is wanneer ze komen. En dan bepaalt je fundament hoe stevig je staat en of het gebouw wat je gebouwd hebt in geloof, of dat blijft staan. Maar je fundament is ook belangrijk voor de eeuwigheid. Want weet je, je fundament bepaalt of je opstaat bij de eerste opstanding van de doden of bij de tweede opstanding van de doden. En ook hierin, het is niet de vraag of je gaat opstaan uit de doden. Je gaat opstaan uit de doden. De enige vraag is, sta je op bij de eerste opstanding uit de doden of sta je op bij de tweede opstanding uit de doden? En weet je, we gaan terug naar die tekst in Hebreeën 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Het gaat over het eerste onderwijs met betrekking tot Christus. En doorgaan tot volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen. Dus we leggen in deze weken leggen we het fundament. En welk fundament was het? Van bekering van dode werken. Van geloof in God. Van de leer van dopen. Van de handoplegging. Nou, die hebben we de afgelopen keer ook gedaan. Van de opstanding van de doden. Van het eeuwig oordeel. En ik wil met jullie dus vandaag hebben proberen die twee laatste fundamenten af te ronden. Opstanding van de doden. En het eeuwig oordeel. Weet je, het is een bekend boek en ik ben er absoluut fan van, de 7 eigenschappen van behoorlijk effectieve mensen. Stephen Covey heeft dat geschreven. En een van die dingen die hij in het boek zegt is, leef met het einde voor ogen. Eigenlijk zegt hij van, weet je, bedenk de dag dat je op je sterfbed ligt, dat je geliefde, je vrouw, je man, je kinderen, vrienden om je sterfbed heen staan. En wat is dan op dat moment wat je zou willen horen? Wat zou je willen wat ze dan tegen je zeggen? En mocht je het relatieseminar gemist hebben afgelopen zondagavond, weet je, als je in een relatie staat, we zijn allemaal in een relatie, want we zijn gemaakt voor relatie. Weet je, luister naar dat relatieseminar. En weet je, ga het leven leven. Dat gaat ervoor zorgen dat je de dingen gaat horen op je sterfbed, die je graag wil horen van de mensen van wie je houdt en van de mensen die van jou houden. Maar vandaag kijken we niet naar ons sterfbed. Vandaag kijken we verder. Vandaag kijken we met elkaar naar de dag dat wij uit de doden gaan opstaan. Weet je, en dat is zo'n ontzettend mooi ding. Want de eindtijd die komt. Nee, de eindtijd komt niet, de eindtijd is nu. We leven in de eindtijd sinds Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Maar er zijn zoveel theorieën, theologieën en fabels. Bij de eerste komst van Jezus zat iedereen ernaast. Nu hebben we mensen die weten allemaal precies hoe het zal zijn en hoe het gaat. Zou het anders zijn als bij de eerste komst van Jezus? Waarschijnlijk niet. Veel mensen zullen ernaast zitten. Maar er zijn feiten die vaststaan. En als je vasthoudt aan de feiten, dan voorkom je dat je in fabeltjes gelooft. En laten we beginnen met dit. De opstanding van de doden is een fundament. Een fundament. Het is een van de 6 die genoemd wordt als een fundament. Dus Paulus zegt, zonder opstanding uit de doden is je geloof waardeloos. Zijn we de meest zielige mensen van de wereld. En ook vandaag in christelijke kerken zijn er veel mensen die niet meer geloven in de opstanding van de doden. Die geloven dat Jezus is teruggekomen, we staan niet meer op, de wereld wordt steeds beter. Ik geloof dat het fabeltjes zijn. Paulus zegt, als we niet uit de doden opstaan, zijn we de meest zielige mensen van de wereld. Ik zou zeggen, je besteedt je leven aan een fabeltje als je naar de kerk gaat en je gelooft niet in de opstanding van de doden. De opstanding van de doden is het sleutelelement van het evangelie wat we hebben. Toen ze een nieuwe apostel zochten, toen Judas was weggevallen, zoek iemand die met ons getuigenis zal geven van de doden zullen opstaan. Weet je, als de doden niet opstaan, waarom zitten we dan hier? Zie, maar ik wil ook even dit punt maken. Uit de doden opstaan is een fundament. Weet je wat niet tussen de fundamenten staat? Naar de hemel gaan. Misschien gok ik je nu, maar denk erover na. Het staat niet bij de fundamenten, we gaan naar de hemel. We zijn niet gemaakt voor de hemel. Wij zijn gemaakt voor de aarde. Dat is onze toekomst. Dus de vraag, ga jij naar de hemel? Is een hele misplaatste vraag als je er goed over nadenkt. Want de vraag is überhaupt, waar is de hemel? Waar is die? Is het een beeld, wat je misschien gelooft, de wolk met de harp? Fabel. Misschien zit je hier en denk je van ja, die kerk is zo ontzettend saai en de hemel is een eeuwige kerkdienst.
fabel. Misschien geloof je helemaal niet. Dan zeg je, ja, weet je wat, ik moet toch wat moed geven aan mijn nabestaanden. Als ik sterf, ben ik een sterretje aan de hemel die meekijkt met je leven. Fabel. Christen zeggen, ja, ik ga straks wonen in een gouden huis en een gouden straat in de hemel. Helaas, fabel. Ik hou van goud, mijn vrouw nog meer. Maar wat een feit is, is dat je nu in een tent woont, zegt de Bijbel. Dat is een feit, je woont nu in een tent. Ik heb een hekel aan kamperen. En als je kampeert, wil je altijd graag naar huis. Maar nu woon je in een tent. De Bijbel zegt, je bent uitwonend. Je bent uitwonend. Je woont in een tent, je bent op vakantie. Je tent is vergankelijk. Is van stof gemaakt. Maar als de opstanding komt uit de doden, dan het lichaam wat je op dat moment krijgt, dat is je nieuwe woning. Dat is het huis wat Jezus op dit moment voor jou voorbereidt in de hemel. En als hij terugkomt, krijg jij de sleutel van dat huis bij de eerste opstanding. Kijk, de vraag is natuurlijk nu van, oké, Peter, je legt even dadelijk op de opstanding. Als je nu sterft, wat is dan de realiteit? De realiteit als je sterft, is dat je dit lichaam, deze tent waar je in woont, dat je die verlaat. Maar jij, je bent dus niet meer beperkt tot dit lichaam. Je gaat bewegen los van dit lichaam. Want de echte jij die jij bent, is een geest. Voor eeuwig. Je bent door God gemaakt. Je bent geplaatst in dit lichaam. In een tent. Voor een seizoen. Met een vrije wil. Want dat is echte liefde. Om te kiezen. Of je deel uitmaken van het huis van de Vader. Of dat je je eigen pad wil lopen. En dat is echte liefde. De status van jouw geest, de status van de keuze die je maakt in dit leven, bepaalt in welk koninkrijk je bent. Je bent in het koninkrijk van het licht, of je bent in het koninkrijk van de duisternis. Als je heen gaat, is het niet dat moment dat je bij de hemelpoort komt, waar een Petrus staat, fabel, die gaat vertellen of je wel of niet binnenkomt. Je bent nu, heden, of in het koninkrijk van het licht, of in het koninkrijk van de duisternis. Dat betekent, je bent nu in de hemel, of je bent nu in de hel. Sommige mensen zullen zeggen, de hel is al zo slecht of niet, daar kom ik zo op terug. Je bent nu in het licht of in de duisternis. Je bent nu een zoon, of je bent nu een slaaf. Je bent nu geestelijk dood, of je bent nu geestelijk levend. Je bent nu geestelijk ziende. Of je bent nu geestelijk blind. Weet je, in het licht zie je alles voor het eerst zoals het werkelijk is. Je ogen worden geopend. Jezus zegt van mij, koop van mij goud. Uit het vuur beproefd. Witte kleren en ogenzalf. Zodat je zult kunnen zien. Jezus zegt, als je niet geboren bent uit de geest en uit water, twee. Dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Weet je, als je tot geloof komt en je maakt die keuze en je geest wordt levend van binnen, dan zie je in één keer heel anders naar de wereld. Je kijkt heel anders in één keer naar alle plezier en fun. Je hele blik verandert in één keer. Het licht is aan. Niet dat jij een licht bent geworden, maar omdat het licht aan is, zie je in één keer de dingen die je eerder niet kon zien. Met andere woorden, je wandelt eerst in de duisternis. Het is net met iemand die gezond wil gaan eten en die dan weer voor het eerst in de supermarkt komt en dan ontdekt dat er geen echt eten in de supermarkt ligt. Het licht is in één keer aangegaan. Hij kijkt in één keer met andere ogen. Het licht stelt je in staat om te zien. Als wij christenen sterven, sterven wij in Christus. Wij sterven in het licht. Wij worden wakker in het licht. En in het licht kun je dingen zien zoals ze echt zijn. Weet je, sommige mensen zeggen, als ik straks doodga, dan heb ik een aantal vragen aan God. Ik vertel je, je zult geen vragen hebben aan God. Want je komt namelijk in het licht en in één moment kun je alles zien zoals het werkelijk is en zoals alle dingen bedoeld zijn. En in één keer vallen alle kwartjes en alle dubbeltjes vallen op hun plaats. Je moet je realiseren dat ook wij zijn nu
het licht in deze wereld. En heel veel mensen denken van, oh, ik ben een licht, ik ben een lampje. Maar wat is het effect van een lampje? Ik bedoel, het is niet dat de mensen je nu als een lantaarnpaal zien, maar ze zijn zich helemaal niet bewust dat er een lantaarnpaal staat. Maar je bent een soort lantaarnpaal in de wereld. Als mensen in jouw buurt, als jij een licht bent, als mensen in het donker wandelen, zonder ze het zelf weten, maar ze komen in jouw buurt en jij bent een licht, dan gaan ze in jouw buurt dingen zien, zonder dat je wat zegt, die ze nooit eerder konden zien. Daarom beginnen sommige mensen gewoon spontaan tegen je te praten over God en over alle dingen, over wat ze zien in de wereld. Alleen maar omdat jij in de buurt bent, gaan ze dingen zien die ze niet eerder hebben gezien. Ze gaan dingen horen die ze niet eerder hebben gehoord. Jezus zegt over Johannes, hij was een brandende lamp. Kijk, deze morgen ben ik hier en ik ben een licht. En deze morgen preek ik, maar ik vertel je, je hoort dingen die ik niet zeg. Die hoor je niet van mij, die hoor je rechtstreeks van God. Je hoort, omdat hier een licht is. Je ziet vanmorgen dingen en je valt een poeltje op zijn plaats. Niet misschien niet die dingen, zeg maar andere dingen. Maar waarom? Omdat er vanmorgen een licht schijnt. Er schijnt een licht. Maar ook jij bent een licht. Jij gaat naar huis en je bent een licht zonder woorden. Je gaat naar je sportclub, je bent een licht zonder woorden. Overal waar je komt, ben jij het licht. Mensen gaan, je hoeft niet proberen het licht te zijn. Jij zegt, je bent het licht. Mensen ontdekken gewoon andere dingen in jouw buurt. En het is aan hun de keuze of ze wat doen met de dingen die ze zien. En wat doen met de dingen die ze horen. Die ze horen omdat jij daar bent. Jezus komt in het huis van de tollenaar. Hoe heet die? Zacchaeus. Komt in het huis van Zacchaeus. En die realiseert zich in één keer wie die is. Jezus was een licht. En hij kiest om te veranderen. Je hebt vanmorgen de keuze om te veranderen. Paulus zegt, ik ben een geur. Voor sommigen ten leven, voor sommigen ten dood. Met andere woorden, ik ben er en er gaat een geur van mij uit. Er gaat een parfum van mij uit. Je ruikt hem, je onderscheidt hem en jij kiest. Wil ik er wat mee doen? Wil ik er niks mee doen? Jij bent vanmorgen hier. Je bent vanmorgen in het licht. Je hoort vanmorgen dat er een opstanding uit de doden is. Een eerste opstanding uit de doden. Een tweede opstanding in de doden. Je hoort dingen die je misschien nooit eerder gehoord hebt. Dingen die je nooit eerder gezien hebt. Maar het is aan jou wat je ermee doet. Dus we zeiden net, je hebt licht en je hebt duister. Duisternis is blindheid. Je kunt geen hand voor de ogen zien. Maar dan word je iemand die in de duisternis wandelt, die is tastend en struikelend. Als je niet wederom geboren bent, ben je geestelijk blind op deze aarde. Je zegt, nou ja, weet je wat man, ik kan zien en ik kan horen en ik kan voelen en ik kan denken, ik kan redeneren en ik heb alle wijsheid in pacht. Dat kan, dat is je lichaam. Dat is je lichaam waar je in woont. Die geeft je die mogelijkheden, maar je geest is blind. En Jezus zegt, als je niet wederom geboren bent, uit geest en uit water, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Dan ben je blind voor het koninkrijk van God. Dan kun je die dingen niet zien. Het is er wel, maar je ziet het niet. Het is er wel, maar je ziet het niet. Weet je, en ik wil niet vervelend zijn, maar Jezus zegt, en ik ben gewoon geroepen om te prediken, bekeer je, geloof het evangelie, geloof in Jezus Christus, bekeer je, geloof in Jezus en laat je dopen. En wie gelooft en gedoopt zal hebben, die zal behouden worden. En wie niet gelooft zal hebben, zal verloren gaan. Jezus zegt, als je niet uit geest en uit water wordt, ben je blind. Dus ik kan maar één ding zeggen, als je niet gedoopt bent in de dood en de opstanding van Jezus Christus, ja, dan ben je wel halverwege, maar je zit nog in het geboortekanaal. Als je het vervelend vindt dat ik er zo resoluut over ben en zo helder over ben, doe dan je Bijbel weg, want dit is wat de Bijbel zegt. Ja. Weet je, als je blind sterft, wat betekent dat? Je verlaat je lichaam en je bent blind. Dat betekent dat je wandelt in een inktzwarte duisternis. Dat is het. Je ziet niks. Je wandelt in een inktzwarte duisternis. En er is niemand, je komt in een nieuwe wereld, een geestelijke wereld, zonder je lichaam. Je kan niet meer zien. Alles is donker, je weet eigenlijk niet waar je bent. En er is niemand die je wil en die je kan helpen. Je bent volkomen hulpeloos. Niemand is daar een licht.
Er is niks veranderd. Zie, je bent nu ook al in de duisternis. Als je niet gelooft, ben je al in de hel. De hel is duisternis. We gaan zo wel zien, die hel waar we het nu over hebben, is niet het vuur. Russische soldaten zeggen, het is een hel hier. Ik denk dat misschien wel 95% van de wereldbevolking het leven op aarde ervaart als een hel in plaats van als een hemel. Wij zijn zo verwend in onze luxe westerse wereld dat we geen idee meer hebben hoe beroerd de rest van de wereld er aan toe is. Wij leven eigenlijk in hemel op aarde. Fysiek gezien. Maar je leeft nu in de hemel of je leeft nu in de hel. Je leven als je lichaam verlaat is een voortzetting van het leven wat je nu leeft. Dat is wat het is. Jezus zegt, als je oog duister is, fysieke lichaam, hè? Als je oog duister is, hoe jij naar de dingen kijkt, ja? Zonder de verlichting van het koninkrijk, als je oog duister is, als je in de tastbare wereld je oog duister is, hoe groot is dan de duisternis in jou? Dat is wat Jezus zegt. Als je oog duister, hoe groot is dan de duisternis in jou? Dus de vraag is niet, ga je naar de hemel? Die vraag zie je niemand stellen in de Bijbel. Petrus niet, Paulus niet. Niemand stelt die vraag, ga je naar de hemel? De vraag is, ben je in Jezus Christus? Paulus komt een paar discipelen tegen en zegt van, maar weet je, zijn jullie wel gedoopt? Ja, we zijn wel gedoopt in de doop van Johannes. Maar zijn jullie gedoopt in de dood van Jezus? Nee. Nou, Johannes heeft gezegd, degene die na me komt, die moet je gehoord hebben, maar die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Daarin moet je dopen. Dus de vraag is niet, ga je naar de hemel, maar ben je in Christus? De vraag is, ben je geschreven in het boek van het leven? De vraag is, hoe sta jij op uit de dood? Weet je, we zijn niet gemaakt voor de hemel, wij zijn gemaakt voor de aarde. En ik vertel je dit, het hoogtepunt van de geschiedenis van de aarde, van de tijd, is dat er straks de hemel en de aarde worden samengevoegd. Als een bruid en een bruidegom worden ze samen. Net zoals een bruid en een bruidegom in een huwelijksnacht samen een hoogtepunt bereiken. Dat is fantastisch. Maar het samenvoegen van de hemel en van de aarde, wat voor ons ligt, dat is pas evangelie. Het samenvoegen van de hemel en de aarde is een hoogtepunt wat daarbij verbleekt. Weet je, het samenvoegen van de hemel en van de aarde, dat is de gift die God aan ons mensen heeft. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Voor veel mensen is de huidige wereld al een hel, voor ons maar half. Maar Paulus zegt, de hele schepping zucht, kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Weet je, wat is dat openbaar worden van de zonen van God? Dat is die eerste opstanding. Dat is die eerste opstanding. Ik wil met jullie lezen uit 1 Korinthe 5, vers 11. Weet je, en misschien moet je hier nog even over nadenken als we dit gaan lezen. Weet je, dat het Pasen loopt synchroon met Pasen. Weet je, het Pinksteren van het Oude Testament loopt synchroon met het Pinksteren van het Nieuwe Testament. Het feest van de bazuinen, het Joods nieuwjaar, dat is, gaan we lezen. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen niet alle ontslapen. Dus sommige van ons zullen getransformeerd worden. Maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in een knippering van het oog. Hier, bij de laatste bazuin. Zie? Dus we krijgen het feest van de bazuinen. De laatste bazuin. En niemand weet precies wanneer die klinkt. Immers de bazuin, die zal klinken. Dat is zeker. En de doden, en hier moeten we... dat zijn niet alle doden die hier staan. Je moet het lezen in de hele context van de mens. Dit zijn de doden die in Christus Jezus ontslapen zijn. En de doden, maar kijk, hier gaat het over. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. Nu zijn we allemaal vergankelijk. Het nog God Adam schiep, was al stof. En God wist toen al dat het stoffelijke niet naar de hemel kon gaan. God wist dat er een grote verandering moest plaatsvinden. En dat gaan wij meemaken. Want we worden als onvergankelijke mensen opgewekt. Dit lichaam is vergankelijk, maar we worden als onvergankelijke mensen opgewekt. En we zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, dit hier, moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Zie, dus wij moeten onsterfelijk, wij worden onsterfelijk. Wij worden onsterfelijk. En wanneer dit vergankelijke zich met het onvergankelijke bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning.
Zie, dus de dood wordt echt verslagen. En dan is het dood, waar is uw prikkel? Hij doet de dood nu pijn. Graf, waar is uw overwinning? Het graf heeft niet het laatste woord. Ze zullen opstaan uit de doden, degene die we lief hebben. Nou, en waarom heeft dat graf en de dood een woord? Nou, dat kwam door de zonde. En de zonde is versterkt door de wet. Maar de zonde is weggenomen door Jezus. De wet is vervuld door Jezus. De kracht is weggenomen. Er is niets wat ons straks nog in het graf kan houden. Wij zullen opstaan uit de dood. En hier vers 57. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Wij gaan die overwinning krijgen. Daarom, mijn geliefde broeders, vandaag de dag. Wees standvastig, wees onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. In heel veel theologieën vandaag, als mensen naar dit moment, wordt er verteld dat we naar de hemel gaan en dat wij feest gaan vieren en dat de aarde in een lange tijd van grote verdrukking komt en dat er een hoop ellende is op deze aarde. Anyway, hoe het linksom rechtsom gaat. God weet ons te redden uit de verdrukking. Hij plaagde Egypte met plagen, maar het land van Goshen was vrij. En dus laten we niks invullen hoe dat gaat. Ik lees nergens een specifieke tekst in de Bijbel dat wij teruggaan, dat wij opgenomen worden, dat wij naar de hemel gaan om feest te vieren. Ik lees het niet. Wat ik wel lees, is dat er een tweede opstanding is, die 1000 jaar komt na de eerste opstanding. Maar laten we even lezen in Openbaringen 20, als je daar gaat kijken. Nou, dat gaan we zo doen. Maar in Openbaringen 20, als je daar gaat kijken, dan lees je in de Bijbel, er komt een engel. Die de draak gebeurt in de geestelijke wereld. Hè? Er komt een engel die de draak, dat is de oude slang, aan de ketting legt. Aan de ketting legt, opsluit en verzegelt. En dat weet je natuurlijk. In de Bijbel staat dat Paulus zegt, als je een beetje ruzie hebt onderling, je hebt niet de wereld nodig. Jullie zijn de heiligen, jullie zullen de wereld oordelen. Heb je ooit afgevraagd wanneer wij de wereld zullen oordelen en hoe wij de wereld zullen oordelen? Maar jij en ik, wij gaan de wereld oordelen. Dit is de Bijbel. Ja? Dus Openbaringen 20 vers 4. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. Wie zijn dat? En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om getuigenis van Jezus. En om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden ontbeden. En die merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden. En zij gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Weet je, als wij opstaan uit de doden, zullen wij de wereld zoals die nu is, zullen wij oordelen. Wij zullen met Jezus vrede scheppen op deze wereld. Dat betekent dat als Jezus nu terugkomt, dat wij degene zijn die moeten oordelen over bijvoorbeeld een Poetin. Maar ook over andere mensen vrijspreken. Wij moeten vrede creëren op deze wereld. Wat gaan wij doen? Met Jezus als koning. Kijk, en lees dan hier vers 5. Maar de overige van de doden werden niet weer levend. Zie, de Bijbel praat over een eerste opstanding en een tweede opstanding. In de eerste opstanding, de overige van de doden werden niet weer levend. Zie, dit is een opstanding. Niet iedereen staat op, maar de overige van de doden werden niet weer levend. Die overige van de doden zijn degenen die niet in Christus ontslapen zijn. In de eerste instantie staan alleen degenen op die met Christus ontslapen zijn. En wij zullen de wereld oordelen. En de overige van de doden worden niet levend. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zullen met hem als koning regeren 1000 jaar lang. Dus wij die in Christus ontslapen, wij zullen als eerste opstaan. Ons lichaam zal niet meer sterfelijk zijn, maar onsterfelijk zijn.
Alles wat uit de aarde komt is vergankelijk en vergaat. Dus dat nieuwe lichaam dat wij krijgen, dat komt uit de hemel. Anders is het vergankelijk. Dat is het huis wat Jezus voor ons voorbereidt. En dan zullen wij degene zijn die met Jezus 1000 jaar deze aarde besturen. En wij zullen op dat moment met elkaar de wereld oordelen. Iedereen op zijn plek, denk ik, waar God hem stelt. Dat betekent dat wij op dat moment met het kwaad zullen dealen. Recht zullen spreken. Zodat er vrede is op deze aarde. En het verbazingwekkende is dit. Die engel die stopte de duivel en zijn macht en zijn misleiding stopte die in de put. Maar daarom is er ook vrede. Hè? Want door alle ellende in deze wereld wordt maar één iemand veroorzaakt. Ja? En zolang die vrij rondloopt, ja, al is die verslagen, zolang die vrij rondloopt, hebben we de ellende die we nu hebben in deze wereld. Ja? Maar zodra die engel komt en hem in de put stopt en die put verzegelt, hebben we vrede op deze wereld. En iedereen die er dan is en die kwaad was, die zullen we oordelen. We zullen recht zetten op deze wereld. En er zal gerechtigheid zijn en vrede op deze wereld. Maar als die bizar is dit. Maar Openbaring 20 vers 7. Ik bedoel, dit zijn feiten, dit zijn geen fabels. Dit staat er gewoon. Ja? En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. He, dus, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden. Met andere woorden, die 1000 jaar gaat het leven gewoon door. Wij zullen ook gewoon niet overlijden, want wij zijn al onvergankelijk, wij zijn al eeuwig. Ja? Er zullen mensen in onze tegenwoordigheid zijn die van die vrede met ons samenleven en genieten. En dan komt die misleider, komt nog één keer terug in de wereld. Die krijgt weer één keer een kans om, als het ware, mensen te testen. Voor wie kies je nou? En dan gaat hij, want hij is een misleider, dat is zijn aard. En daarom zijn er ook nu heel veel mensen die misleid zijn. Hij gaat rond om te. Hij is een leugenaar van het begin. Hij liegt. Hij is een leugenaar. Ja? Maar er komt een moment, die 1000 jaar kan er niet meer liegen. Hij kan niet meer misleiden. Maar dan wordt hij toch nog een keer losgelaten. En weet je, ik kan alleen maar zeggen: Gods wijsheid is groter dan onze wijsheid. En dan gaat hij ze misleiden en verzamelt hij ze voor een oorlog. Moet kijken aan het aantal van de mensen die verzamelen voor de oorlog is als het zand van de zee. En ze komen over de volle breedte van de aarde, komen uit alle hoeken van de aarde komen ze. En ze omsingelen de legerplaats van de heiligen. En dat zijn jij en ik, hè? Dat zijn wij. Dit gaan wij meemaken. Hè? Dat we na 1000 jaar regeren, dat Satan losgelaten wordt en dat die hele wereld nog één keer begint te schudden. En dat die wereld zich rondom ons heen zal verzamelen. Om de lege plaats van de heilige en de geliefde stad. Maar kijk, maar dan daalt er vuur neer van God uit de hemel en hij verslond hen. God zal ook op dat moment, zal hij ons verlossen en beschermen. En dan komt het zesde fundament, dat is het eeuwige oordeel. Zie, dat is van de doden die buiten Christus zijn. Zie, want wij zijn al opgestaan uit de dood. Dus als je een theologie hebt waarin je opgenomen wordt in de hemel. En dan, hoe moet het dan? Dan zeg je, ja, dan komen allemaal mensen tot geloof tijdens die grote verdrukking. Maar wanneer, en die worden dan onthoofd. Maar wanneer worden die dan? Wanneer staan die dan op uit de dood? Zie, de Bijbel heeft maar over twee opstandingen. Heeft over een eerste opstanding en over een tweede opstanding. Wij zijn deel van de eerste opstanding. En de tweede opstanding is van de doden die niet bij de eerste opstanding waren. Want de overige van de doden werd niet opnieuw levend, zegt de Bijbel. Maar die gaat wel komen. Dat is het eeuwige oordeel. Ja, wij vallen niet onder het eeuwige oordeel, want het eeuwige oordeel is gewoon dood. Wij zijn de zonen van God. Wij worden niet geoordeeld, wij worden beoordeeld. Daar ga ik het in mijn volgende sessie over hebben. Want het is niet alleen het fundament, maar ook wat je erop bouwt. Maar hier vers 11. En ik zag een grote witte troon. En hem die erop zat. Ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. En moet je kijken, hier voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg. Met andere woorden. Weet je, dat wil niet zeggen dat er geen aarde en hemel meer zijn. Maar dat betekent dat beeld, dat God zo zichtbaar is, dat er niks anders meer zichtbaar is. Snap je? Je ziet geen zon, maan en sterren meer. Je ziet de bergen niet meer. Je ziet maar één ding. Je ziet de grote witte troon en hem die erop zit. En dat is voor ons geen intimiderend moment. Hè? Ik bedoel, het is onze vader die op de troon zit. En wij delen al in zijn onvergankelijkheid. En er was geen plaats meer voor hen te vinden. Zie je hier, en ik zag de doden. Zie je, dat zijn de overige doden.
Ja? Klein en groot. Voor God staan. Die doden zijn ook degene die op dat moment tegen ons opgetrokken zijn. En die met vuur verteerd worden. Die zijn op dat moment nog gestorven. Maar al die staan daar. Klein en groot voor God. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend. Namelijk het boek van het leven. Weet je, en als de discipelen rondgaan op de aarde en demonen uitdrijven en er heel blij over zijn. Kijk eens wat God allemaal door ons heen doet. Dan zegt hij, nou wees maar niet te blij dat je de baas bent over al die demonen, dat je demonen kunt uitdrijven. Maar wees blij dat je boek geschreven staat in het boek des levens. Weet je, Jezus zegt altijd, het maakt niet uit wat voor werk. Maar ik bedoel, er zijn mensen, ik heb demonen uitgedreven, ik heb zieken genezen, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Je zegt, ik ken je niet. Snap je, je staat niet in het boek des levens geschreven. Het gaat over niet de werken van geloof die je kunt doen. Het gaat over of je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is opgestaan. Is opgestaan uit de doden en Heer is. En dan word je geschreven in het boek van het leven. Maar op het moment dat we weer geboren worden, dan krijgen we een nieuwe naam. Je krijgt een nieuwe naam. En de doden, kijk hier. En de doden, niet wij dus, de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat er in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werken. Ja, ik weet niet of jij, als jij geoordeeld wil worden op basis van je werken, ik niet. Ik niet. Ik wil geoordeeld worden op het feit dat ik in Jezus Christus ben. Dat is het eeuwige leven. En dan vers 14. Kijk. En de dood. Zie dus, hier hebben we het over. En de dood is de macht van de dood. En het rijk van de dood. Zie dat, en het rector werd in de poel van vuur geworpen. Zie, dit is de eerste keer dat er echt over vlammen wordt gesproken. Het is, tot die tijd is overlijden is gewoon duisternis. Hopeloosheid. Als mensen nu in een ramp terechtkomen, ze zijn hopeloos. En ze weten niet wat ze moeten doen en er is niemand die ze helpt. Het was een hel. Het is gewoon de hopeloosheid en de hulpeloosheid als je overlijdt. En je slaapt niet in Christus. Je wordt niet wakker in het licht. Christus is het licht. Wij slapen in het licht. Wij zien straks in één keer alles in één moment en begrijpen alles. En dat is onbevattelijk, denk ik, als je in één keer alles begrijpt. Ik weet nog toen die loon tot geloof kwam, die snapte in één keer de hele Bijbel. Weet je wel? Dat was zo bizar. Het was altijd ingestopt en nooit begrepen. En in één keer begreep ze die hele Bijbel. Het licht ging aan. Dat begrijp je als je overlijdt in één klap, begrijp je alles. Alles, alle vragen zijn weg. Alle antwoorden zijn daar. En het is enkel glorie en heerlijkheid. Je hebt nog niet eens een lichaam. Maar dat ga je krijgen. Maar die andere mensen, die zijn al duister. Ze weten het niet, want ze denken dat ze alles weten en alles onder controle hebben. Maar ze zijn blind. En als ze het lichaam verlaten, zijn ze blind. Ze zien niks, ze weten niet waar ze zijn. Ze hebben geen idee, ze zijn hulpeloos, ze zijn reddeloos. Wij zijn het licht van de wereld. Wij moeten zijn op plaatsen en ons licht laten schijnen. Hoeft niet altijd met woorden. Het kan gewoon door te zijn wie je bent. En dat mensen vragen stellen. Eigenlijk het verhaal wat hier Rijen vertelde met het kerstpakket. Dat mensen die niet naar onze kerk komen, geld gaan geven voor onze kerstpakketten. Omdat het licht geschenen heeft in de tuin van de buurman. Waar geholpen werd en ze iets geproefd hebben van het koninkrijk van God. En dat ze eigenlijk zeiden, we zouden bijna christen worden. Waarom zeggen ze dat? Voor wat ze zien en wat ze voelen, omdat het licht schijnt. Ze denken, wow, het licht is aan. Ik zie dingen die ik nooit eerder gezien heb. Je zou bijna christen worden. Maar die laatste stap die gaat komen. Zie? En de dood en de rijk van de dood zijn in de poel van het vuur geworpen. Oh, ik ben over tijd ziek. En dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van het vuur geworpen. Weet je, wat hier niet staat, is dat iemand tot in alle eeuwigheid brandt. Dat staat hier niet. Want ook dood en de rijk van de dood wordt in de poel van het vuur geworpen. Hoe kan dat branden? Voor mij betekent al vuur verteerd. Wij hebben een glorieuze toekomst. Wij worden wakker in het licht. En we zien de hele wereld zoals die werkelijk is. Maar die mensen die niet wakker worden in het licht,
die hebben een hopeloze toestand voor een periode, totdat ze opgewekt worden uit de dood. En eigenlijk wat er gebeurt, als je in het vuur gegooid wordt, betekent gewoon, je verteert. Er is geen toekomst. Er is geen hoop. Er is niets. Je bent werkelijk in het niets. Het evangelie is een boodschap van blijdschap. Wat is de blijdschap? Dat er leven is na dit leven. Dat alles wat nu kapot gaat, hersteld wordt. Dat we straks weer mensen zijn. Dat de hemel en de aarde één zijn. Dat we zo de hemel inlopen en dan weer terug naar de aarde lopen. Dat het gewoon allemaal één geheel is. Eindeloze vreugde. Dus het enige wat dat betekent is voor degenen die daar niet in delen, is dat ze dat missen. Ze missen het. Want als je nu een pil zou verkopen die het eeuwige leven kon bieden, zou die het gaan als warme broodjes. Je hoeft geen pil te slikken. Het enige wat je hoeft te doen is te geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die gestorven is, begraven is, opgestaan uit de doden, die zit op de troon. En hij zal terugkomen, zegt de Bijbel, om te oordelen de levenden en de doden. Maar wij niet, wij worden niet geoordeeld, wij worden beoordeeld. Daar ga ik de volgende keer over hebben. Want het fundament en het bouwwerk zijn twee verschillende dingen. Paulus zegt, niemand anders kan een ander fundament leggen dan Jezus Christus. Wat is dat fundament? Bekering van dode werken. Stop met presteren, doe christendom weg. Geloof in Christus. Dopen in water en dopen in de geest. Vervolgens je leven gebruiken voor het koninkrijk. Het opleggen van de handen en de kracht die in je is, laten stromen. Om vervolgens op te staan uit de dood. En te ontsnappen aan het eeuwige oordeel. En voor eeuwig deel te zijn van een koninkrijk. Hoe cool is dat? Laten we samen bidden. Weet je, laten we met elkaar zoals we hier zijn. Vanmorgen heeft het licht geschenen. We hebben allemaal een keus. Kies ervoor om niet geestelijk blind te zijn, maar om ziende te worden. Jezus zegt, wie geboren is uit de geest, geboren uit water, die zal het koninkrijk van God zien. Het enige wat je hoeft te doen is te aanvaarden. Wie belijden zal dat Jezus Christus Heer is. En dat Hij is opgestaan uit de dood. Die zal behouden worden. Laten we dat doen. Vader in de hemel. Wij belijden dat Jezus Christus de Allerhoogste Heer is. Hij staat boven elke macht. Boven elke kracht. En boven elke autoriteit. En hij zal alle kwaad uit deze wereld wegdoen. Ik geloof in zijn heerschappij. Ik geloof dat hij uit de dood is opgestaan. En ik dank u, Vader, dat door deze belijdenis ik het eeuwige leven heb. En dat ik zal delen in de eerste opstanding. En als ik zal ontslapen, dan zal ik wakker worden in het licht. In het licht van Jezus. Amen. Amen.